Goedemiddag, het is weer vrijdagmiddag en dus de hoogste tijd voor een gloednieuwe Sloep & Tender videoblog. Nou, ik ben deze vlog in ieder geval goed begonnen, want ik heb mijn eerste joker overspeeld bij de eerste zin. Dus ik moet ook wederom wel heel erg goed op gaan letten wat ik allemaal ga zeggen vandaag. Dus, en dat is zeker heel erg lastig bij deze lastige vlog, want we gaan een heel gevoelig onderwerp aansnijden. Dus ik wil graag vooraf zeggen dat alles wat we in deze vlog gaan zeggen in ieder geval goed bedoeld is, vanuit een eerlijk hart. En dames, hey, die zijn het er ook niet mee eens. Vanuit een eerlijk hart, maar we gaan het hebben over waarom de ene boot nou goedkoper is dan de andere, oftewel over kwaliteitsverschillen. En we willen er niemand mee beledigen of niemand te min doen, maar het is gewoon puur om te laten zien van nou, goh, geef ik 10.000 euro, wat krijg ik dan? Geef ik 100.000 euro uit, wat krijg ik dan? Daar zit natuurlijk een verschil tussen, net als bij auto's of bij alles eigenlijk in het leven. En dat ga ik vandaag een beetje, en Joni uiteraard ook, laten zien aan jullie. Nou, om even bij de basis te beginnen waar het eigenlijk allemaal vandaan komt, dat is de bootmal. Nou, een bootmal, dat is eigenlijk een omgekeerde boot. Dus dat is een soort schaal waarin de romp van de boot vorm krijgt. Zo'n mal maken is ontzettend duur. Echt heel erg duur. En uiteraard hoe groter de boot, hoe duurder een mal is. En hoe strakker de mal, hoe duurder de mal is. Maar in het algemeen, hoe groter de mal, hoe duurder de boot. Het heeft er een beetje mee te maken dat als je een hele grote boot hebt, dan is die relatief duurder, dus voor minder mensen toegankelijk. Dus er kunnen minder boten uit zo'n mal gehaald worden. Dus de malkosten worden ook over minder boten verdeeld. Als je bijvoorbeeld een wat kleinere boot hebt, zoals deze Valerie, ja, die mal, daar kunnen soms al honderden boten uitgehaald worden. En dan worden die malkosten, die zijn natuurlijk al lager, maar die worden in heel veel stukjes geknipt, waardoor de basisprijs van die boot gewoon al een stukje aantrekkelijker is. Daarnaast is het natuurlijk ook logisch dat een kleinere boot minder polyester nodig heeft, minder gelcoat, waardoor het produceren van een kleinere boot al een stukje voordeliger is dan het produceren van een hele grote boot. Want hoe groter de boot, hoe sterker en dikker alles uitgevoerd moet worden. Nou, wat dus gewoon is met kleinere boten, over het algemeen zijn ze wat dunner geproduceerd. Ze hoeven ook niet zo heel dik te zijn, grotere boten, die moeten even wat krachtiger te zijn. Maar ze willen hem ook wat dunner produceren, zodat ze de prijs kunnen reduceren en dat hij dus voor iedereen toegankelijk is. Je vindt bijna nooit kleine boten met 10 centimeter dik, met hele dikke laag polyester, want dat is het gewoon, ja, dan gaat de hele verhouding zoeken, wordt alsnog een hele dure boot en dat wil men over het algemeen niet. Nou, vaak waar je het kwaliteitsverschil ook in terug kan vinden, is hoeveel uren hebben ze besteed aan het strak maken van de mal. Ik sta hier bijvoorbeeld bij een Z26 Tender. Nou, dit is dus een van die boten waar ze heel veel tijd hebben besteed aan het strak maken van die mal. Er zitten gewoon geen golven in de boot. Dat zie je nog wel eens als je in het licht kijkt, dan zie je hem een beetje golven. Maar dat maakt dus ook de prijs. Dus hoe meer uren, hoe duurder de boot zou worden. Ja, een paar kleine voorbeeldjes. Dus bijvoorbeeld kikkers die op een boot zitten. Ja, bij deze boot zitten de kikker van boven afgeschroefd. Er is uiteraard niks mis mee. Alleen qua afwerking is het bijvoorbeeld vrijer om het van binnen uit te doen. En dat zie je bijvoorbeeld bij deze boot, de primeur. Die is van onderaf geschroefd, is wat meer werk, wat lastiger en daardoor ook een wat duurdere kikker. Maar ja, het ziet wel vrij uit omdat je van bovenaf geen schroeven hebt. De zee bijvoorbeeld, waar Joni net al bij stond, die heeft een nog massievere en ja, meer design kikker. Dus dit is echt voor deze boot ontworpen en het is niet een kikker waar er honderdduizenden van gemaakt worden zoals die bij die Tender. Dus ja, dat is een keuze. Op zich, het is niet goed of slecht, alleen dat zijn dingetjes waar dus een beetje prijsverschil in zit. Nou, we zien bijvoorbeeld bij heel veel boten verschillende soorten vloeren. Je hebt bijvoorbeeld geen vloer, dan is het eigenlijk antislip wat in de boot gegoten zit. Dat zie je eigenlijk hier achterop zitten. Zo ziet dan heel de boot eruit. Dat heb je natuurlijk in verschillende varianten, maar dat zit bij deze Corsica zo. Nou, optioneel kun je bijvoorbeeld kiezen voor een Finlandiek vloer. Nou, die zie je hier.
Nou, dit zijn voorgesneden platen, die worden in de boot geschroefd. Die schroefjes zie je ook zitten. Nou, super netjes afgewerkt. Alleen een gradatie hoger, dat zie je bijvoorbeeld bij deze Tender Air weer. Tender 27 bijvoorbeeld. Die heeft flexitiek. Flexitiek wordt helemaal met de hand opgelast. En ja, dit is allemaal handwerk en daardoor uiteraard een stukje duurder. Het materiaal is ook wat fijner om te belopen en het blijft ook een langere tijd, heb ik het echt over jaren, blijft het mooier op kleur. Maar het is wel een duurder materiaal. Nou, een ander punt is een kussenset. Een kussenset vergissen mensen zich altijd een beetje in. Dat is een heel duur element in de boot. Om de boot dan niet al te duur te maken, zeker in de kleinere boten, wordt er nog wel eens gekozen voor iets minder luxe, iets minder dik, zonder een lendensteun erin. Ze zijn prima en eigenlijk hartstikke perfect. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar een Triple X, waar we dan weer net even wat luxere kussens maken, die zijn dan gewoon net even wat dikker. Er zit in dit geval zit er ook een gewatteerde kussenset zit erin. Maar het materiaal is net eventjes beter en je ziet gewoon ook weer die lendensteun erin. Nou, dat alles bij elkaar maakt het gewoon ja, wel weer een stuk duurder. En bij een Triple X is dat het ook waard. Nou, in deze windzonnesboot, het is een wat oudere boot, daar zijn geen bakken die van bovenaf open kunnen. Dus met een klep afgesloten kunnen worden. Maar er zijn eigenlijk in de malf en de romp zijn gaten gezaagd of uitgespaard. En op die plekken zijn binnenbakken weer gemaakt, zodat je van ja, buitenaf erin kan. Alleen het is natuurlijk wel rommeliger. Het is natuurlijk mooier als de bank dicht is en dat als je het kussen open doet, dat je er van bovenaf in kan. Alleen dat zijn natuurlijk allemaal uren die in zo'n boot gestopt worden om hem luxe te maken. Nou, dit is dus een van de keuzes om een boot voordeliger op de markt te kunnen zetten door dit soort bakken te maken. Hier zitten we bijvoorbeeld in de Waterspoor 616. En hier zie je dus dat er een heel ander soort bak is gebruikt. Gewoon met een klep erop. En die heeft mooie binnenbakken ook. En wat fijn is ook, en dat zie je ook niet in elke boot, er is een inkeping om gewoon de bak open te kunnen maken. Zodat je je vingers erin kan doen en open te maken. Ja, mannen hebben er misschien niet zo heel vaak last van. Maar het zijn voor ons echt nagelbrekertjes als je daar gewoon een beetje moeilijk bij kan. Doet dit. Ja. De gashendel in deze boot die is opgebouwd. En dat houdt in dat hij dus op het console gemonteerd is. Ja, dat is natuurlijk veel sneller opbouwen. Want je hoeft niks in te vrezen en niets te maken. Maar het is natuurlijk minder vrij dan een inbouwgashendel. Zoals in de boot. Gaan we even naartoe. Ga ik even laten zien nu. Ja, een wat luxere gashendel. Dat is bijvoorbeeld deze Corsiva. Die heeft dus inderdaad een inbouwgashendel. Dus in het console is er een vormpje gefrezen waardoor deze precies naar binnen past. En daardoor kun je een mooie console maken, vind ik. Nou, nog een paar dingen. Koen heeft het net al wel een beetje verteld. Een paar dingen wat de boot duur kan maken is onder andere dat flexieke, dus dat teak wat niet verkleurt, dus nog duurder zelfs dan echt teakhout. En waarom is dat? Hier zie je het bijvoorbeeld bij de Watersport, daar doen ze het bij de 808 en de 777 en de 717 vaak ook op de potdeksel, dus op de rand. En het wordt, ja, het is gewoon heel arbeidsintensief, het materiaal is een heel stuk duurder. Ze versnijden ook een hoop hout, dus dat maakt dit duur. En deze kabelaring, dit is Hollandse kabelaring wat hier omheen zit. Het is wel kunststof, maar het pluist minder. Hoe noem je dat? Maar in ieder geval, het rafelt minder dan het goedkope touw. Dit is echt mooi luxe touw en ook mooi dik touw. Dat verschilt ook nog wel eens. Als je de kleinere boten ziet, dan is de kabelaring zo dun. Maar kabelaring is echt heel erg duur op de boot. Dus om dat een beetje de kosten te kunnen besparen, maken ze het gewoon soms wat dunner. Ook een van de dingen wat heel luxe kan kiezen. En dat wordt vooral bij een watersport, dus een wat duurdere boot. Dan is het ook waard misschien om er een mooi groot stuur, een mooi groot carbon stuur in te zetten. De kleinere sloepen zou je een klein RVS stuur maken. Maar dit is echt een paar honderd euro om zo'n mooi groot stuur erin te kunnen krijgen. Uiteraard ook verschillende maten te krijgen. Hier zie je bijvoorbeeld ook een dashboard wat van carbon is gemaakt. Heeft allemaal een meerprijs. En bij deze boot
kan het zeker waard zijn. Nou, hier zie je bijvoorbeeld zo'n RVS-stuur waar ik het over had. Hierdoor maakt het kunnen we de boot dus gewoon honderden euro's goedkoper aanbieden. Nou, er zijn natuurlijk nog veel meer dingen wat de prijzen omhoog kan schroeven. Maar goed, dit waren even de globale dingen. Ik hoop dat je het leuk vond, dat je er wat aan hebt gehad. En dat je een beetje nu inzicht krijgt waarom de prijzen bij de ene boot wat hoger zijn dan bij de ander. Dit was gelijk het einde van deze Sloep & Tender videoblog. Bedankt voor je inbreng dat we dit idee hebben gekregen voor deze vlog. Als je hieronder nog ideeën wil schrijven voor een volgende vlog, altijd welkom. Nou, ik zou zeggen allemaal een heel fijn en zonnig en gezellig weekend allemaal. Tot volgende week.